morning, Disney fans, en welkom weer bij een nieuwe vlog hier in Walt Disney World, Hollywood Studios, voor nu. Want ik sta, zoals je ziet, hier bij de Skyliner. Want we gaan vandaag hoe dan ook Fantasmic doen. Maar we pakken eerst de Skyliner. En dan gaan we even naar de planning is sowieso Art of Animation Hotel, om daar rond te kijken. Omdat ik weet, daar staan gigantische Disney beelden, zeg maar, van karakters. Daar ben ik toch wel heel benieuwd naar. Maar we gaan eerst even naar de Pop Central Hotel via de Skyliner. Even kijken of dat ook een heel speciaal iets is. Zo niet, gaan we direct naar Art of Animation. Maar we moeten eerst op de Skyliner voor, zodat we er kunnen komen. Dus let's go! Oké, nou, de ritje met de Skyliner is geregeld. We zijn nu op dit moment op de Pop Central, was het toch? Pop Central Hotel. Pop Sentry. Sentry, ook goed. We zitten er een beetje gethematiseerd, maar ja, bloemetjes op een gebouwtje, dat vind ik niet zo interessant. Wat ik tussen het gebouw zie daarentegen, dat ziet er wel interessant uit. Oké. Die is heel vet. Een gigantische balloon met een Mowgli. De overkant zat niet zoiets fantastisch, dus daar ga ik dan niet naartoe. Maar ik ben wel benieuwd, kom ik nog meer van dit soort dingen even tegen? Volgens mij zag ik nog meer Disney characters op de kaart staan van deze plek. Dus dan kan ik er nog een paar die gigantische zien. Dus ik ga even gauw zoeken op de kaart. Even gauw kijken. Oké, ik heb even op de kaart gekeken. Ik heb alweer een paar dingen gezien. Er zit niet overal Disney figuren, beelden, zeg maar. Maar wel een paar op bepaalde punten. Dus laten we even gauw rondgaan om ze mooi te bekijken. Oké, die is vet, maar ik had niet verwacht dat ik hier even gauw eventjes in een reuze voetbalveld zou lopen. Dat is wel heel cool. Goed, ik weet dat er aan de andere kant iets verder nog ook wat zit van een Disney character, dus die gaan we ook gauw even bekijken. Oké, jongens, ik heb even een beetje nostalgie gevoeld hier. Kijk dit dan, potato heads die zeg maar gebouwd konden worden, die je vroeger in Disneyland Parijs kon halen. Kunnen ze nog steeds halen daarentegen, alleen ik doe dat niet meer. Ik heb dat vroeger heel veel gedaan. Wat vet dit. Het hotel is gewoon een Pac-Man arcadekast, wat de hel. Hoe gaaf, dit is echt vet. Oeh, en daar zie ik nog iets gaafs. Kijk nou jongens, een gigantische Roger Rabbit. Oh, die is vet, die is heel vet. Oké, jongens, nou, het eerste stuk hebben we gehad.
met, van het hotel. En dus met die Mickey, dat gigantische voetbalveld en de Roger Rabbit. Nou, aan de andere kant, als het goed is, had ik Lady en de Vagebond op de map gezien. Dus, nu gaan we naar de andere kant. En zijn we hier alweer klaar. Dus, laten we eens gaan kijken daar. Daar staan ze al, jongens. Kijk dan hoe vet. Tijd even voor een makkelijkere close-up. Kan ik foto's maken. Wat gaaf! Heel, heel gaaf. Deze is ook heel vet. Echt vet. Oké, nou, we zijn hier nu wel klaar, wat mij betreft. Ja, de combinatie vind ik heel leuk van de Disney karakters die erin gezet zijn. Samen met wat ze de jaren, zeg, de jaren 60, 50, 80, 90 doen. Dat is leuk. De gebouwen van de hotels zijn ook best leuk. Maar niet speciaal, behalve voor mij dan, die Pac-Man hotelroom. Want ja, Pac-Man, ik ben een gamer, onder andere, dus dat valt in mijn straatje. Dus dat vind ik wel leuk. Heel vet. Ik had eerlijk verwacht dat dit drie keer niks zou zijn, maar ik ben aardig verrast door toch wat ze met de Disney-characters gedaan hebben hier. Dus dat vind ik leuk. Goed, nu gaan wij teruglopen naar de Skyliner. Maar we gaan nog niet meteen naar met de Skyliner terug naar Hollywood Studios. We gaan eerst, zoals ik al zei, gaan we naar de Art of Animation. Gaan we eens kijken wat ze daar hebben. En met de Skyliner heb ik al een beetje wat kunnen zien. Dus ik ben benieuwd. Laten we gaan, jongens. Oké, we zijn hier nu bij de Art of Animation Hotel. Zoals je kunt zien al hier op de zijkant, daar zit er al een soort concept art van characters van Finding Nemo. Heel vet. En nu ga ik mijn route lopen, zodat we alles gezien hebben van dit hotel. Want dit hele hotel is zeg maar compleet Disney team. Dus ik heb wat te lopen, maar is wel fucking gaaf. Ja, deze is gewoon echt gaaf. Dus we gaan even aan de rang, jongens. Let's go.
Zo, dat was dan de hele tour van de Art of Animation Hotel. Heel, heel vet. Ik vind hem er heel gaaf uitzien. De gebouwen zijn fantastisch. Ik vind de Disney-beelden, net zoals bij de popcentra, die waren heel gaaf. Maar ja, bij de Art of Animation is het hele hotel daarna gethematiseerd met die beelden. Dus dat is echt vet. Zoals je ziet zitten we ook nu weer in de Skyliner op weg naar Hollywood Studios. Ja, dit hotel, fantastisch, keimooi. Gaat alleen nooit gebeuren, want wij zitten weer natuurlijk in All-Star Music. En nou, als je ooit hier Art of Animation wilt, zit er kan $2000 verschil in. Dus ja, zit er die in dat we die ooit gaan doen. Maar wel heel gaaf om te zien. Nou, tijd om maar eens naar Hollywood Studios te gaan. Oké, we zijn gearriveerd in Hollywood Studios. Ons pap die is terug naar de kamer. Helaas, want hij is zo ziek als een hond geworden gisteren. Dus dat is mooi kloten voor hem. Hij heeft alleen gezegd, gaan jullie maar gewoon naar het park en gaan Fantasmic doen. En hij heeft hem ook gehad. Nou, dat gaan we doen. Maar, voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog iets anders doen. En dat is... is weer eens eten natuurlijk als we hier zijn. Zo, het eten is op. En we zijn niet direct hier meteen naar Fantasmic gegaan. Want we zijn nog aan het shoppen geweest. Ik kwam een paar dagen terug op Facebook tegen dat er nieuwe Kingdom Hearts pins waren. Maar ik wist niet waar ze te halen waren. Nou. Dat is 1. En 2. Die waren dus allebei gewoon hier in het park te halen. Die zijn goedkoper dan de Kingdom Hearts pins die ik vorig jaar gekocht had. Dus dat vond ik wel apart. En ik heb ze ook meteen voor mijn maten gehaald. Want ja, die zijn net zo Kingdom Hearts gek als ik. Dus plus de pins die ik vorig jaar gehaald heb, heb ik ook meteen voor hun. En nou zitten we hier dus net bij Fantasmic en hebben we ook nog even een dingetje gekocht. Een shirt van Fantasmic. Die kom je nergens, maar ook echt nergens in Hollywood Studios tegen. Tenzij je hier bij de show gaat zitten bij de kraampjes. Dat is de enige plek waar ze die shirts hebben liggen. En die is wel echt vet. De show is gaaf, het shirt is vet. Dus ik zeg, mag ik er toch nog één hebben? Ja, is goed, maar daar houdt het mee op. Ja, dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik vind dat shirt echt fantastisch. Net zo goed als de show. Dus laten we die show nog maar eens mooi gaan kijken, jongens.
jongens, dat was weer Fantasmic. Ja, oké. Ik sta dit keer helemaal bovenaan top samen met ons man, omdat ons pap natuurlijk nou niet mee was. We zaten heel goed, moet ik zeggen. We zaten echt heel goed. Ik kon alle characters goed zien. Ja, oké. Natuurlijk, ze blijven sowieso klein op het eilandje, zelfs als zoom je in. Maar ja, dat maakt even niet uit. En dit is nou eindelijk nadat we 3 dagen, dit is dan dag 3, dat we proberen Fantasmic te doen, eindelijk voor de 2e keer gelukt. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee, moet ik zeggen. Krijgen we nou. Good evening everyone. Thank you for joining us for a day full of action, adventure and fun here at Disney's Hollywood Studios. We are so glad you played a key role in today's production and sharing in the magic of show business. Please join us for the sequel. That's a wrap. Okay. Okay. Dat was grappig. Ook nog nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Wat wou ik nou zeggen? Ook weer kak. Oeh, ik kan het vuurwerk zien van Epcot's show tegenover. Maar dat is niet wat ik wil zeggen. Nou ja, we zaten heel goed. En nu dat we 3 dagen Hollywood Studios gehad hebben, gaan we morgen, volgende week voor jullie dus, iets anders doen. Waarschijnlijk Epcot zit in de planning, want ik moet daar nog de handtekening van Asha hebben. We willen nog Ratatouille doen en de Frozen Ride. Ik weet niet of ons pap meegaat, maar ja, dat zie ik dan wel. Ik ben heel blij dat ik die Kingdom Hearts pins nog heb. Ook meteen voor mijn maten natuurlijk. En dat ik dan een Fantasmic shirt heb, vind ik toch wel echt heel gaaf. Maar wat hebben we nou eigenlijk vandaag gedaan? Hotel bezocht voor foto's en filmen. Hotel bezocht voor foto's en filmen. Hollywood Studios voor pins kopen. Eten en Fantasmic. En that's it. Tja, je kunt er toch ergens een dag mee vullen, vind ik. Ik vind het wel lachen. Hoe dan ook, morgen waarschijnlijk dus Epcot. Maar niks is gegarandeerd. Het zijn wel, kan ik vast zeggen, de laatste 3 vlogs komen er dus aan. Want het zit er helaas bijna weer op. Maar we gaan nog 3 dagen volop genieten. Dus, vonden jullie deze vlog alvast leuk? Vergeet dan zeker niet te liken, te commenten en te abonneren. Got it memorized. En dan zeg ik, zie je real soon.